je huis voor een maand lang. Jongens en meiden, een hele goede morgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Zoals je ziet ben ik totaal niet in Nederland, ik ben op een hele andere plek. Namelijk in Singapore. Ik heb net een 12 uur lange vlucht achter de rug. En op wat voor een magische plek ik hier nu ben aangekomen op het vliegveld is echt bizar. Kijk eens even hoe super mooi het hier is. Al die bomen, dit is eigenlijk een hele grote waterval, maar die staat nu nog niet aan. Maar het is echt super mooi hier. Ik ben hier natuurlijk niet alleen, ik ben hier samen met Isha. Isha is nu even wat verderop en ik zal haar straks aan jullie gaan voorstellen. Want dat heb ik natuurlijk beloofd. Maar wauw, wat een prachtige plek om hier aan te komen na 12 uur lang in een vliegtuig zitten. Ik heb werkelijk waar nog nooit zo'n mooi vliegveld gezien in mijn leven. Dit is ook echt volgens mij een van de mooiste vliegvelden ter wereld. Besef ook even hoeveel etages het hier heeft. Hier al die roltrappen helemaal naar beneden en shit. Oh, yo. Oh shit, de waterval is aangegaan. Het is 8 uur 's ochtends nu en dan gaat hij dus aan. Kijk hoe gaaf dit eruit ziet. Hoi, yo. Dit is echt het ziekste vliegveld wat ik ooit gezien heb. Nou jongens en meiden, de zon komt op. Het is namelijk 8 uur 's ochtends zoals ik net al zei. De hele waterval is aan en het voelt hier echt alsof het een attractie is of zo. Een Efteling attractie, maar dan echt 10 keer mooier. Wij hebben hier in ieder geval 7 uur lang een overstap, dus het is voor ons wel even wachten. Maar op deze plek is dat echt helemaal niet erg. Singapore heeft zoveel planten. Letterlijk overal zijn er planten. Binnen, buiten, echt overal. En ik vind het echt super mooi. Ik zeg het ook altijd in mijn verhuisvlogs. Jullie weten dat ik altijd planten in huis wil. Dus dit is wel een beetje voor mij gemaakt eigenlijk. Hi, good morning. Give me a chance to make it right. We hebben dus een taxi genomen en deze wereld hier, ja, het voelt echt alsof je in een hele andere wereld bent. Je zag het net al, die gebouwen hier, de constructies en allerlei dingen die ze hier maken, is zo apart en zo ziek. Nou, in die 7 uur hebben we dus net eventjes tijd genoeg om de stad in te gaan, gelukkig. Ik ben echt nog nooit zo blij geweest met een overstap van 7 uur, want damn, kijk eens waar we nu naartoe zijn gegaan. Dit zijn dus de gardens, ja, tenminste, ik weet niet precies hoe het heet, maar hoe ziek zit dat eruit? En daar die boot op die gebouw daar, check eens hoe lijp, wow. Jongens, ik heb hier een hele aparte plant gevonden, what the fuck is dit? Dit is een cactus, maar geen idee waar het op lijkt. We zijn dus op dit moment in een soort van flower gardens, want dat hebben ze hier dus. En dat zijn hele grote overdekte tuinen waar je dus allemaal dit soort dingen hebt. Hier allemaal cactussen, allemaal andere dingen. Ziet er wel heel mooi uit. Wat een bizarre stad als je hier doorheen ook kijkt. Je ziet niet heel veel, maar holy fuck. Denk je helemaal in Singapore te zijn, hebben ze alsnog een hele Nederlandse tuin hier. Allemaal tulpen hier, kanaaltjes, bruggetjes, alles. Gewoon zelfs de molen hebben ze helemaal nagemaakt. Holy shit! We gaan naar een andere tuin en check dit. Dit is gewoon een hele waterval. Hoor joh, en het spettert hier gewoon allemaal op de grond. Besef dat we straks gewoon nog 2 uur lang het vliegtuig in moeten. En dat we nu gewoon hier midden in Singapore staan bij een of andere zieke tuin. Ik heb het echt nog nooit gezien. Kijk eens aan, we zijn helemaal naar boven gegaan en dit is dus hoe het eruit ziet van boven. Als je nu hier helemaal naar beneden naar de tuinen kijkt. Is toch niet te geloven, het lijkt net alsof je in een tekenfilm loopt of iets. Dat is de plek waar we net stonden en nu zijn we weer helemaal naar beneden gegaan. Tenminste, bijna helemaal naar beneden. Wij zijn terug op het vliegveld en we zijn nu echt, ja, dit is echt futuristisch ook hier. Dus we gaan nu dan ook met de Skytrain weer naar een andere terminal. Je hoort het ook. Want we hebben over 2 uur dus onze vlucht. Maar hier, dit is dus de Skytrain hier op het vliegveld. Super lijp ook. Ik zei het je, ze hebben hier letterlijk alles. Ze hebben zelfs een vlindertuin op het vliegveld. Kijk, hier zie je ze zitten.
super mooie vlinders ook allemaal. Het is alleen heel erg warm, dus daarom beslaat mijn camera wel ervan. Maar kijk, daar zit er ook één op. Hier zit er één. Let op, daar kijk. En dit is denk ik hetgeen waar ze op afkomen. En daar gaan ze allemaal in de lucht. Die zijn allemaal voorbij vliegen. Nou, we hebben dus in ieder geval een stukje van Singapore gezien. Nu is het dus tijd. Na 20 uur reizen zijn we eindelijk op de plek waar we moeten zijn. We zijn dus hier in Sri Pamwa, als ik het goed uitspreek, in Thailand. Kijk eens aan. Hoppa, het is hier prachtig, het is hier echt super mooi. Dit is dus een beetje het verblijf eigenlijk, wat je hier nu ziet, dat is de keuken. We hebben hier onze lounge set waar we dus eigenlijk lekker op kunnen chillen. We hebben hier, als je naar buiten kijkt, gaan we eventjes de deur open doen. Dan kom je hier bij het zwembad, ons eigen zwembad, wat echt heel erg flex is, gewoon helemaal privé, met niemand hoeven we dat te delen. En daar hebben we dus uitzicht op het water en de andere mooie dingen van Thailand. Het is wel een beetje rot weer, of tenminste het is gewoon 31 graden, alleen het weer is een beetje bewolkt zo te zien. Maar dit is niet alles, er is nog veel meer, want je zou denken, oh ja, is dit dan de hele kamer? Nee, dit is niet de hele kamer, want we hebben ook natuurlijk nog een bed en die zit dus hierachter. Kijk, dit is dus het mooie ronde bed. Oftewel ook heel erg gaaf. En ja, hier hebben we dan nog een deur waar je ook naar buiten kan. En daarachter zit de badkamer. Alleen daar is Isha nu bezig, dus daar kan ik eventjes niet naar binnen. Maar wauw, wat een ziek verblijf. Het is echt super mooi. En als je dan 20 uur zo in een vliegtuig hebt gezeten, dan is het echt heerlijk om hier aan te komen. Oh ja, en er is hier ook nog een big ass spiegel, zoals je ziet, hier naast het zwembad. Want ik dacht eigenlijk dat het zwembad dus nog groter was, maar dat leek zo door de spiegel. Oké, let op hoor. Daar komt de badkamer. Hier staan al onze spullen al, maar kijk eens. Dit is het bad en het lijkt echt enorm veel op het bad bij mij thuis, vind ik eigenlijk. Het is bijna hetzelfde als je het zo ziet. Hier heb je twee wasbakken. We hebben een extreem grote douche waar je dus ook in kan zitten. Dus dat is ook helemaal niet verkeerd. En hier is een toilet achter een glazen deur, wat ik nog nooit gezien heb, maar is op zich wel handig. En ja, dat is dus het verblijf. En ik kan nu echt niet wachten om deze warme trui en deze warme broek uit te doen. En om even lekker wat zomers aan te trekken, want poeh, ik ga dood van de hitte. Kijk dan jongens en meiden, ze hebben hier dus allemaal standjes. Ze hebben hier welkom, ze hebben romantic, ze hebben sexy. En als je op sexy klikt, hier, dan gaan dus de lampen als het goed is dimmen ze. Ik denk dat je dat beter vanavond kan zien. Hier, de lampen hier, alles dimt dan een beetje. Het wordt gelijk een stuk donkerder en romantisch. Wat is dat dan? Wordt het dan rood ofzo? Ik heb geen idee. Het verandert in ieder geval wel helemaal de stijl dus. Daar zit ook zo'n ding. Hier zit een ding. Overal zitten van die dingen waar je dat mee kan aanpassen. De zon is alweer onder aan het gaan. De eerste zonsondergang die we hier meemaken. Het wordt hier echt een stuk eerder donker. In Nederland wordt het namelijk rond 10 uur pas donker nu of 11 uur. En hier is het nu pas 5:15. En het is nu al gewoon donker aan het worden. En je hoort alweer die stomme cyclades die zo echt vreselijk geluid maken, maar dat maakt niet uit, want het is hier wel heel erg mooi. Holy shit, kijk dan daarachter is de zon nog net een beetje op. Zo achter de wolken. Damn, wat een lucht joh. Oké, zoals jullie weten ben ik hier dus samen met Isha. En ik heb eigenlijk vandaag wel de hele dag een soort van verborgen. Eigenlijk verberg ik er al een hele lange tijd in mijn vlogs, dat weten jullie. Tenminste, heel veel van jullie weten dat. Maar wij zitten hier samen en ik kan er natuurlijk niet zo lang blijven verbergen dat we hier gewoon niet samen gaan vloggen en blablabla, dat we hier niet samen dingen gaan doen. Ik kom naast je zitten, ja? Jongens en meiden. Hi, dit is Isha. Hoi. Ja, dit is dus de allereerste keer, of tenminste, niet, het is eigenlijk niet de allereerste keer dat je in beeld komt. Klopt. Want je was al een keer eerder in beeld gegaan, dat is al een tijdje geleden. Dat is echt al meer dan een half jaar geleden. Maar we gaan zo ook al eigenlijk een half jaar met elkaar om. Ja. Een beetje in het geheim eigenlijk, heel erg in het geheim. We hebben niks daarvan op social media laten weten. Weet ik veel wat. Maar ja, we gingen nu natuurlijk op vakantie, want Isha had dit dus allemaal geregeld in dit verblijf. Want zij was hier al een keer eerder geweest. Niet precies in deze kamer, maar wel gewoon hier toch? Ja, klopt. Maar ja, dan wordt het dus inderdaad wel heel moeilijk om het allemaal geheim te gaan houden. Dus, vandaar dat we het nu dus eigenlijk wel echt samen moeten gaan doen. Dus ik denk dat ik vanaf dit moment wel kan zeggen dat Isha echt in de vlog gaat komen. Dat we dus samen hier dus dit allemaal gaan meemaken en dingen gaan doen en weet ik veel wat. En ja, jullie hadden al de Insta-post gezien waarschijnlijk, maar
Ja. Oh my god, dit is zo gemakkelijk. Wij gaan in ieder geval straks uit eten. En nou, jullie weten het dus, ik kan nu stoppen met jou soort van verbergen. Kijk eens even, hoe ziet ze er mooi uit. Let's go, ik heb honger. Ja? Oké, gaan eten. Voor als jullie denken, waarom zeg je het nu pas in de vlog? Waarom zeg je het nu pas vandaag? Nou ja, omdat we gewoon heel erg... Wij vinden het gewoon ook heel erg moeilijk om dit te vertellen in de vlog. Dus daarom dat we het pas echt tot de avond hebben uitgesteld. Want ja, het is dus al helemaal donker. En ja, vandaar dus... Oh, de lichten gaan nu... Oh, wow, de lichten worden gedimd. Ja, dat komt door dat het pasje eruit is. Oh, oké. Zo, we worden met de tuk-tuk opgehaald. En daarmee gaan we dus naar het restaurant. Echt op dat Thaise stijl. Sorry dat dat net heel ongemakkelijk overkwam. We hebben dus een vlog van 20 uur gehad, zoals jullie weten. Dus we zijn allebei een beetje moe, een beetje extreem ongemakkelijk. Maar ja, we gaan nu dus lekker eten. Dus dat is wel lekker. En ja, daar kan ik echt niet op wachten, want ik heb enorme honger. Want ik heb volgens mij sinds het vliegtuig al niet meer gegeten. En vliegtuigvoedsel is echt verschrikkelijk. Maar ja. Dit is trouwens een restaurant met schommelstoelen. Echt heel apart dit. Kijk dan. Het is wel comfortabel. Ja, het is wel comfortabel, maar het is niet helemaal makkelijk. Deze shit is echt dodelijk. Ik moest bijna huilen hoe pittig het is. Ik kan echt niet tegen pittig eten. En Thais eten is... Je kon gewoon niet praten. Gewoon. Jij zit tegen me... Jij zit eigenlijk helemaal niks terug. Oh, deze dingen zijn niet te doen. Sticky rice, jongens. Echt een van de lekkerste Thaise toetjes. Wij hebben een heerlijk gegeten. Het was echt super lekker. Maar ik heb dus hier, kijk, best wel handig. Ik heb dus op mijn MacBook, ja, dan zul je echt afvragen waarom, Gio, what the fuck. Ik heb dus Windows gedownload op mijn MacBook. En zo kan ik dus mijn eigen vlogs ook gewoon editen vanaf hier op vakantie. Aangezien ik dat alleen op Windows kan. En dan vraag je je af, waarom heb je dan een MacBook? Omdat die chiller is en hij is makkelijker mee te nemen. Dus dat is gewoon fijn. Kijk, Zaan wordt even lekker tegengezet hier voor me. Ah, ben je lekker bezig, meid? Ik heb kibbel. Is dit speciaal hiervoor gemaakt? Ja, toch? Ja. What the fuck? Wow. Jongens en meiden, wij gaan in ieder geval lekker slapen. Ik heb een hele leuke dag gehad. En het was heel van een vliegtuig zitten, ik weet het. Morgen is natuurlijk een hele nieuwe dag en dan zijn we hier ook zoals gewoonlijk vanaf de ochtend. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het er dan allemaal uit gaat zien. Ik ga lekker mijn bed in. Isa is naar de benen aan het insmeren volgens mij. Dus jongens en meiden, wel trusten. Tot morgen bij een nieuwe vlog. En ik zeg later. Doei! Later. Oh, wat zei je dat schattig.